voor een nieuwe hotspot. Nou ja, eigenlijk niet een nieuwe, maar een oude bekende in een nieuw jasje en op een nieuwe plek. Het gaat over Rawesome. Ik weet niet, voor de mensen die mij wat langer volgen, die hebben het filmpje misschien al wel gezien dat ik daar een keer in high tea heb gedaan. Rawesome die zat op het rustige, of ja, op de rustige Nieuwstad in Arnhem. Dat was eigenlijk een plek waar niet heel veel mensen, tenminste niet heel veel mensen van afweten. Maar die is verhuisd naar het Brouwersplein. Dat is levendig en komen heel veel mensen langs. Dus dat is heel goed om te zien en heel fijn dat het op zo'n mooie plek zit nu. Ik hoop dat het daar ook wat drukker wordt en dat het een geslaagde nieuwe zaak wordt, is. Ik neem jullie vandaag weer een keertje mee. Is wel leuk. Maak er weer even een filmpje van. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Dus vandaag gaan jullie weer een dag met mij op stap naar Rawesome. Rawesome is trouwens een hele leuke tent waar je vooral raw food kan eten. Dat betekent dat het eten niet warmer of meer verhit is dan 42 graden. Het is organic, biologisch, suikervrij en lactosevrij, geloof ik. Suikervrij. Glutenvrij, dat was het. Glutenvrij. Ik leef zelf niet alleen maar gluten- en suikervrij. Maar ik merk wel dat mijn lijf er heel goed op reageert. Dus het is altijd wel de moeite waard om te proberen. Dus zeker een hotspot van mij, een aanrader. Ga gauw een kijkje nemen.